Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van STVS Studio Sport. Onze nationale selectie speelde zaterdag de zeer belangrijke wedstrijd in Jamaica tegen de selectie van Jamaica. Het betrof hier de wedstrijd om de CONCACAF Nation League. Nou, de selectie van Suriname had zich de afgelopen dagen heel goed voorbereid op deze ontmoeting. Nou, jammer genoeg, binnen 10 minuten stonden we reeds met 2-0 achter. Gelukkig dat Suriname toch nog later in die wedstrijd, in de eerste helft, een tegendoelpunt kon scoren. Het was de ruststand. In de tweede helft speelde Suriname een heel goede wedstrijd. Alleen de doelpunten die bleven uit, waardoor Jamaica deze wedstrijd met 2-1 won. Onze nationale selectie die keert dus vanavond terug via Trinidad en Tobago. En zal dus daarna weer de draad gaan oppakken. En volgend jaar maart spelen we dan de laatste wedstrijd in deze pool. Focus on one or two of the Surinamese players. Here's Busso, the referee for tonight. St. Kitts and Nevis, home of world champion. We're underway here in Mobay with Peter Lee Vassell just spreading the ball back. And the Jamaicans in, let's see, it's Lawrence, delicately as I thought, headed towards goal, wonderfully done by Corey Burke, his sixth international goal for Jamaica. That was brilliantly done, almost training ground stuff. Goal for Jamaica, and he has a smile to boot. Look at this, delicately chipped it in, and Corey Burke reacted quickest and guided it past the goalkeeper, Cladel Coynor, in the Suriname goal. It's Jamaica 1, Suriname 0, and the place is rocking early. He's finding Miguel Darsen, let the two much, but Darsen loses possession of penalty. A penalty for Jamaica, Darren Mattox, and he wants it by the decision, and we'll have a chance to see what to make of it. Yes, off the ball. There was absolutely no intent by Miguel Darsen to play the ball, and he came from the blind side and pushed Mattox off the ball. He had behind the ball. He concentrates. He steps up and he kicks into the roof of the net. And Jamaica goes 2-0 up after 16 minutes in this CONCACAF Nations League encounter here in Montego Bay for Jamaica as they lead Suriname by 2-0. And this was the second of those two goals, a well-taken penalty. Goalkeeper going one side, Coynor, and the ball going to the next. Medini. Suriname going forward. This is Elshot, the 18-year-old. Bring the ball into Convalius. A chance here for Suriname. And it's in the back of the Jamaican net. And the number 14, Brian Elshot, was the man who got onto the end of that one. And so Denis Fur was showing the yellow card. I was confused for a bit there. No, he wasn't in an offside position, clearly. He was played by Fabian McCarthy. And he played it up. Was it Fur or was it? Let's see here. Yes, it came off the Negi first, so Fur is the one who gets the goal. Behalve de ontmoeting tussen Suriname en Jamaica werden ook nog andere wedstrijden gespeeld, CONCACAF Nation League, en we gaan naar wat samenvattingen van die wedstrijden.
got the 6 points for Nicaragua as this one gets all the way through, and a massive early save from Placide. It's a poor clearance, loose in front, and there's the finish. It's Cantab with an emphatic finish. Etienne, great shot, and it's parried away by Llorente. Stuck in Snazon. In for Etienne Jr. Oh, what a goal! It's the two-man show of Nazon and Etienne Jr. There's a first-time effort. There's a good effort, and it almost had Placide beat at the near post. And that's going to do it full-time. Haiti, victors here in Nicaragua. We hebben zaterdag op het Onafhankelijkheidsplein gehad de 15e editie van de Srividency Marathon. Weinig publiek aanwezig bij deze marathon. En toch wel een aantal deelnemers bij deze Srividency Marathon. Nou, ik moet zeggen dat in het begin er een mooie kopgroep werd gevormd. Twee lopers uit Frans-Guyana, de loper uit Guyana, Andrade. En ook nog één loper van Suriname. Helaas moest de Guyanees Andrade deze marathon later aan zich voorbij gaan. Want hij raakte geblesseerd. Overigens, vorig jaar was dat ook hetzelfde geval met deze Andrade. En ook dit jaar viel hij dus uit vanwege een blessure. Dat betekent dus dat er drie kanshebbers waren om de marathon te winnen. Twee lopers uit Frans-Guyana en één uit Suriname. Uiteindelijk werd het een van de Fransen toch wel deze marathon. Wij eindigden op de tweede plaats en op de derde plaats ook nog een loper uit Frans-Guyana. 3, 2, 1, 0. Nou, dat is het startschot gegeven door de We hebben de 12e editie gehad van Suriname Badminton International. Nou, een druk schema voor de Surinaamse Badmintonbond, want daarvoor hadden we ook nog de Caribaco Games en nu nog Suriname Badminton International. Elk jaar wordt dit toernooi dus hier in Suriname gehouden. Ook dit jaar mag de Surinaamse Badmintonbond tevreden zijn. Een aantal badmintonspelers uit verschillende landen die waren dus aanwezig. Nou, we hadden zaterdag de finale en het is een heel mooie finale geworden. Dames dubbel en wel tussen Guatemala en Peru. Als we kijken naar de beelden, dan zien we dus dat het was een prachtige wedstrijd. Ook een prachtige rally ziet u op dit moment. En er zat er veel spanning in. Maar de dames van Peru gekleed in geel en de dames van Guatemala. Nou, de dames van Peru die bleken veel sterker te zijn, want ze wonnen beide sets overtuigend, 21-16 en 21-12. Daarmee behalen dus deze dames van Peru de gouden plak bij het onderdeel dames dubbel.
Als we kijken, dan zien we dus bij de heren single Kevin Gordon uit Guatemala. Hij werd dus daar winnaar. Heren dubbel, dat werd een aangelegenheid van de heren uit Jamaica. En dames dubbel, zei ik het al, werd dus een gelegenheid voor de dames van Peru. Dames enkel, Lian Chan uit België, zij won. En Suriname, die behaalde nog één zilveren plak en twee bronzen medailles. Op het onderdeel mix dubbel was het Mitchell Wongse die kromme, die samen met zijn partner uit Jamaica, zij behaalde dus de zilveren plak voor Suriname op het onderdeel mix dubbel. Nou, daarna hebben we dus ook de prijsuitreiking en even nog een kort woord van de voorzitter van de Surinaamse Badmintonbond en natuurlijk de prijsuitreiking. We have had the 12th Spring International for all the players from abroad. It was really an honor to have you all here. We've seen some very nice matches on this court, and we are very glad that we were able to host it and to welcome all these different countries. I can't call them all because there are 12 of you, but Barbados, Jamaica, Czech Republic, and Peru, Guatemala, all of them were present here. We are very, very happy to have had you as a hosting country. We spraken daarna ook nog met de voorzitter van de Surinaamse Badmintonbond. Ja, en natuurlijk is ze heel tevreden over het verloop van het toernooi. En zij vertelt ons hoe het allemaal verder toegegaan is. En ja, hoe het geweest is voor Suriname tijdens dit toernooi. Hoe is het geweest de afgelopen dagen? Heel intensief. Maar goed, goed toernooi gedraaid, goede opkomst. Het speelveld was heel sterk. We hebben een paar toppers in de zaal gehad en we zijn heel dankbaar dat we het voor de 12e keer weer mochten doen. Hoe is het geweest voor Suriname? Spannend. We hebben met één speler de finale gehaald. Met een aantal categorieën de halve finale. Maar we hebben Mitchell Wongso de Kromos, die samen partnerde met Jamaica en Catherine Winter, zijn we in de finale beland. Dus Suriname is sowieso zilver binnen. En we waren ongelooflijk blij dat we, tenminste met de hulp van een aantal hoofdsponsoren, dit hebben kunnen doen. Want het was een zware boy. Na nog geen 4 maanden ertussen tussen Karabako en nu. Dus Pasasco en GoTo, daar zijn we heel dankbaar voor. En Kuldeep Singh, dat we die sponsoren hadden om dit te kunnen doen. Hoe hebben de buitenlanders gereageerd op dit toernooi? Iedereen was vol lof over de hal. Ze hadden één klacht allemaal en dat was de hitte. Maar het is nu echt heet in Suriname en de hal moet windvrij zijn. Dus ja, het was natuurlijk sweet op het veld. Oké, dit toernooi is voor een aantal van de deelnemers heel belangrijk op de ranking richting de Olympische Spelen. Hoe is dat allemaal toegegaan? Ja, klopt. Je merkt ook dat we heel veel landen hebben gehad, zoals Tsjechië en België en Luxemburg, hele andere landen over de hele wereld, Peru, Guatemala, omdat mensen punten aan het vergaren zijn voor hun ranking natuurlijk. En we zitten in de Olympische cyclus, dus over een paar jaar moeten ze kwalificeren. Tot straks is het toernooi afgelopen, wat nu? Dan gaan we ons voorbereiden voor volgend jaar. Er staat weer een heleboel op het programma en dit wordt volgend jaar weer gedaan, dus we maken ons ready. Met het beleid en de trainers en de spelers. Oké, tot slot mag ik zeggen, tevreden voorzitter, of zijn er nog zaken waarvan je zegt, het zou beter moeten? Er zijn altijd zaken, zeker qua kwaliteit, waar we aan moeten werken, absoluut. We zijn nog lang niet waar we willen zijn, maar overal mag ik niet zeggen dat ik ontevreden ben. We hadden dit jaar ook het basketbaltoernooi Curaçao. En Interland basketbaltoernooi, waar dus ook behalve Suriname ook basketballers uit de Verenigde Staten van Amerika en Curaçao hebben meegedaan. Prachtig toernooi, Suriname was dit jaar gastland. En ja, de wedstrijd om de derde, vierde plaats, die ging tussen UBB en Team NL. En de ploeg van Team NL met als gastspeler Earl Sabayo, zij wonnen dus de wedstrijd om de derde, vierde plaats.
nog wat beelden van deze wedstrijd tussen UBB en Team NL. De finale van dit toernooi ging tussen Favri Boys en Rock City. Dat is het team uit de Verenigde Staten van Amerika. De ploeg van Favri Boys heeft er alles aan gedaan om te winnen van dit team. Helaas waren de Amerikanen veel sterker en zij werden dus winnaar van dit toernooi. Nog wat beelden van de finale van dit toernooi, Curaçao, tussen Favri Boys en de Rock City Hoops uit de Verenigde Staten van Amerika. Nou, na deze twee wedstrijden, goed opgekomen publiek overigens in de Ismee van Wilgensporthal, hebben we daarna gehad de prijsuitreiking. En zoals eerder gezegd werd dus de Team NL die eindigde op de derde plaats en Favri Boys op de tweede plaats. En Team Rock City Hoop uit de Verenigde Staten van Amerika, zij werden dus winnaar van het toernooi. Earl Sabayo werd uitgeroepen tot MVP en ook nog topscorer van dit toernooi. De Surinaamse zaalvoetbalbond die startte zondag in de Anthony Nesty Sporthal met de play-offs. Ja, elk jaar weer spanning en sensatie tijdens de play-offs van de Surinaamse zaalvoetbalbond. We hadden in de hoofdklasse de eerste game en die ging tussen FCB en de ploeg van All-Star. Het werd een heel mooie wedstrijd. De eindstand 4-4. Nou, toen moest het verlengd worden en de ploeg van FCB die bleek daar sterker te zijn en zij wonnen uiteindelijk deze ontmoeting met 5-4. Morgenavond wordt de tweede game gespeeld tussen deze twee ploegen en ook in de Anthony Nesty Sporthal. Hey!
De andere wedstrijd op die avond ging tussen de ploeg van Styx, Kuldeep Singh en Mengao. Ook hier was het een hele mooie wedstrijd. Als u nagaat dat de ruststand was 4-4. En uiteindelijk won de ploeg van Mengao deze zeer spannende wedstrijd met 8-7. En de tweede game wordt ook morgenavond gespeeld in de Anthony Nesty Sporthal. We blijven nog even in de zaal, want de Surinaamse basketbalassociatie die startte gisteren ook met de nieuwe competitie. Ja, weinig publiek aanwezig bij de opening, start van het nieuwe seizoen bij de Surinaamse basketbalassociatie. Nou, we hadden een aantal wedstrijden. Wij waren aanwezig bij de wedstrijd in de eerste klasse. En dat was de ontmoeting tussen SCVU en de ploeg van Telesuur. Nou, de ploeg van SCVU die was dus veel sterker. De ruststand was 45-31 voor SCVU. En ze wonnen uiteindelijk deze wedstrijd met 95-65. Virgil T. die was de topscorer bij de ploeg van Telesuur met 23 punten. En bij de ploeg van SCVU was Jaïl Vrede de topscorer. Hij scoorde er 26 punten.